Dat er met tweedehands kleding heel veel leuks te doen is. Dat bewijzen drie uit Friesland afkomstige dames. Met hun project Fashion Swap gaan ze zaterdag 25 oktober naar de loods van het SBS6-programma Utopia voor een groot ruilfeest. We zijn door Utopia, een programma wat dagelijks op SBS6 te zien is, benaderd. En Nicoline is een van de Utopia-bewoners. En zij wil graag in het kader van duurzaamheid een kledingruilfeest organiseren. Ze had alleen geen idee hoe dat moest. En daarvoor is ze eigenlijk gaan googlen en bij ons terechtgekomen. Ja. En wij werden gelijk enthousiast en hebben we met hun om tafel gezeten en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus aanstaande zaterdag wordt er bij hun in de loods een kledingruilfeest georganiseerd. Christine de Wallen, Cynthia Jortsma en Yildo van Duschoten hebben al enige ervaring met het organiseren van dit soort kledingruilbeurzen. Mede dankzij deze expertise zijn juist zij door Nicoline van de SBS6 Real Life Show gevraagd om de Fashion Swap in de Utopia Loods te organiseren. Wij waren ook aardig verrast toen ze ons daarvoor benaderden. Ik denk dat dat gegaan is omdat wij best wel veel promotie ook maken via Facebook en andere communicatiekanalen. En dat dat op die manier geschieden is. Ja. Dus hartstikke leuk. Belangstellenden voor het grote kledingruilfeest kunnen zich aanmelden via de speciale webwinkel van Utopia. En vervolgens kan je 2 tot maximaal 10 kledingstukken, inclusief een hanger, meenemen naar de loods van Utopia. Je moet er natuurlijk wel bij nagaan dat het allemaal op tv komt. Dus je mag geen trui met grote merknamen erop meenemen, want die mogen helaas het pand niet binnen. Omdat dat gevoelig is voor de merkwaarde en daar mag helaas geen reclame voor worden gemaakt. Maar voor de rest is eigenlijk alles welkom, van maat XXS tot XXXL. Dat is allemaal geen probleem. Jaarlijks worden er heel veel kilo's kleding weggegooid, terwijl het vaak nog prima te recyclen is. In Friesland zorgt Omrin voor het hergebruik van afgedankte kleding. Dagelijks komen er vele zakken vol kleren binnen bij de loods naast de kringloopwinkel in Leeuwarden. Dan wordt het gesorteerd. Het afval wordt eruit gesorteerd, zoals je ziet. De rest gaat in kooien naar onze sortering. In onze sortering wordt er zoveel mogelijk uitgehaald voor de winkel, winkelkwaliteit. De rest wordt in zakken gedaan en dat gaat naar het Leeuwarder Zuilts. Dus dat wordt niet vervolgens weggegooid? Nee, er wordt niks weggegooid. Of tenminste zo weinig mogelijk. Als het heel nat en vies is, schimmelig, dan wordt het weggegooid. Maar anders dan gaat het allemaal naar het Leeuwarder Zuilts. De kleding wordt gesorteerd door vrijwilligers die de beste stukken eruit zoeken. Deze komen vervolgens in de estafettewinkel terecht, klaar voor een tweede leven. Elke dag zijn er heel veel mensen die bij ons kleding kopen. En dat is prachtig. Ja. Voor ons het is alleen maar mooi. De winkel heeft onlangs een flinke metamorfose ondergaan. Op 1 november vindt de feestelijke heropening plaats. Voor alle mensen hier die niet zoveel te besteden hebben, is het prachtig om hier kleding te kopen. Iedereen kan er dan toch netjes bij lopen. En niet iedereen heeft het geld om alles maar nieuw te kopen. Wat voor voordelen heeft zo'n fashion shop ten opzichte van als je bijvoorbeeld naar de estafettewinkel toe brengt? Nou, het grootste voordeel is dus eigenlijk dat je voor kleding ruilen krijg je kleding terug. Wanneer jij kleding inlevert in een zak, in een Omrin container, zeg maar, dan krijg je er niks van terug. Zie je het niet meer terug. En wanneer je naar een kledingbeurs gaat, krijg je daadwerkelijk wat terug voor je artikelen. En daarnaast zie je ook mensen helemaal blij zijn met jouw artikelen. Dus met jouw trui die bijvoorbeeld al 3 jaar achter in je kast heeft gelegen. En waar je nooit naar om hebt gekeken. Daar is een ander nu de wereld te rijk mee. Dus dat is juist het leuke aan fashion swappen. Voor wie niet naar het Gooi wil afreizen voor de ruilbeurs, kan op 19 november gewoon in Leeuwarden terecht. Daar organiseren de dames een fashion swap event in het Green Experience Center. En dat is het pand dat vanaf Harlingen, het eerste pand eigenlijk als je Leeuwarden binnenkomt, achter Christellek. Dus het is mooi, makkelijk bereikbaar, grote parkeerplaatsen erbij. Gratis parkeren, ook wel heel handig. En de intrede die wij vragen is €4. En daarvoor heb je een superleuke kledingruil. Daarvoor heb je een modeshow met artikelen die zijn binnengebracht. Aan alle ingeleverde kleding worden punten toegekend. Deze kunnen de deelnemers vervolgens weer gebruiken om andere kleding aan te schaffen. En als je nou 20 punten hebt en je ziet iets liggen van 23 punten? Ja, dat is een goede vraag. Het voordeel daarvan is, mocht er iemand zijn die bijvoorbeeld 30 punten heeft en maar voor iets voor 25 punten uitzoekt, dan is er dus een mogelijkheid om in een soort van onderhandelen dan inderdaad die punten van de ander ook te gebruiken.
De kledingruilbeurs in Leeuwarden is bedoeld voor vrouwen tussen 18 en 45 jaar. Een maatje meer of minder maakt niet uit. Hè, we willen gewoon een supergezellige avond van maken. En het begint om vanaf 6:30 kunnen mensen hun kleding, of kunnen vrouwen hun kleding inleveren. En vanaf 7:45 gaat de kledingruil van start.